In ieder geval vuurwerk vanmiddag op Erica. Want de spelers worden begroet met Bengaals vuur. En het is absoluut niet koud, ook niet in Erica. En ja, het is toch even kuchen. Maar als de rook weg is, kunnen we beginnen aan de wedstrijd. En Erica begint het beste. Want dit is al binnen de minuut een aardige poging. Het schot was van Bastiaan Zondag. Maar dit is even later. 8e minuut van de wedstrijd. Ver ingooi, Royacht. En zomaar voor de voeten van diezelfde Zondag. Het is niet echt een zondagschot, maar hij telt wel. Slecht verdedigd door VKW. Ze beginnen slap aan de wedstrijd. Maar Erica profiteert daar optimaal van. Moet de ploeg ook wel. Nog geen overwinning. Alleen de eerste wedstrijd werd gelijk gespeeld tegen WVV. En dit is wel of geen hens. Er wordt hens geroepen. Niet. En ook dit is geen strafschop. Goed gezien door scheidsrechter De Jong. En dus blijft het 1 tegen 0. VKW wel aan een goed seizoen bezig. Nog even kijken. Wordt de hand geraakt? Nee. Goed gezien. 3 gespeeld, 6 punten. Voor een promovendus is dat niet verkeerd. Dit is weer Erica en dit is niet de 2 tegen 0. De poging was van Ricardo Bruins. Maar goed verdedigd op de doellijn. Het is toch erg slap verdedigd van VKW. En wederom Bruins. Met links. Goede poging. Maar een nog betere redding. Martijn Mulder. Pas 18 jaar. Keept uitstekend. En dit is eigenlijk de eerste goede aanval van VKW. Maar wat voor een prachtige combinatie aan die linkerkant. En dan is het Frits Nijstad. En het staat 1 tegen 1. Dat is eigenlijk niet verdiend. Erica krijgt niet heel veel meer kansen. Maar voetbalt wel iets beter. Maar VKW doet dit uitstekend. Prachtige treffer. En het staat weer gelijk. En vanaf dat moment begint ook VKW wat beter te voetballen. Ploeg van trainer Jan Wieling. Weer een goede actie, weer een aardige aanval. Bal terugleggen en bijna. De 1 tegen 2. En hier komt Erica goed weg. Actie was weer van Nijstad. Dan vlak voor rust. Slecht verdedigd. Met links. Mwah, slappe poging. Geen probleem voor Martijn Mulder. Het schot was van Patrick Bruins. Dan de tweede helft. En dit keer begint VKW wel goed. En dit is een goede poging. Roy Hutter recht in de handen van Joost Schrik. Het duurt even voordat Erica een kans krijgt in die tweede helft. Maar dit doen ze wel prima. En net scoorde hij niet. Maar nu wel. Prachtige treffer. Ricardo Bruins. Maar natuurlijk slecht verdedigd van VKW. Alle tijd. Maar moet je er wel wat goeds mee doen. En dat doet Bruins uitstekend. En Erica leidt weer 2 tegen 1. En komt die eerste overwinning dus weer dichterbij. Dit is Pellebos. Lijkt zich vast te lopen. Maar toch nog een aardige poging. Mulder heeft het daar lastig mee. Corner zou uiteindelijk niets opleveren. Dan vlak voor het einde van de wedstrijd zitten we al. 5 minuutjes te spelen nog. VKW gaat dus op zoek naar die gelijkmaker. Drukt wel. Krijgt niet heel veel kansen. Is wel beter in die tweede helft. Dit is een aardige poging. Problemen voor doelman Joost Schrik. De poging was van Koos Timmerman. 3 minuten te spelen nog. Wederom een corner. En dit keer is het wel raak. 2 tegen 2. Het laatste setje wordt gegeven door Robert Veen. Ja, gezien die tweede helft is de gelijkmaker eigenlijk wel verdiend. Kan niet anders zeggen. 2 tegen 2. In blessuretijd. Eigenlijk niks aan de hand. Robin Gerdin laat zich de kaas van het brood eten. In de achtervolging. Ja, het is een overtreding. Strafschop goed gezien door scheidsrechter De Jong. En in blessuretijd krijgt Erica de kans om de eerste 3 punten binnen te pakken deze competitie. En het is invaller Martijn Mulman. Hij brengt de eindstand op 3 tegen 2. En dus is de opluchting bij trainer Klaus Boek weg. Nou, heel groot. Maar goed, anders, aan de andere kant besef ik ook van ja, het leven gaat gewoon door. Ik bedoel, je hebt nu 4 gespeeld en je hebt 4 punten. Dus wat dat betreft, ik ben blij met deze 3 punten. Had deze groep eventjes hard nodig. We begonnen niet goed aan de wedstrijd. De eerste 20 minuten waren ook wel voor Erica eigenlijk. Niet dat ze zo geweldig spelen, maar ja, ze gaven meer dan wij in het begin. En dat resulteert ook in de 1-0, denk ik. Maar 20 minuten voor de rust en ik denk 2-11, ja, dan hebben we toch wel qua voetbal meer laten zien. Maar ja, we staan met lege handen. En op de eerste 4 plaatsen, 4 Drentse ploegen. Achilles 1894, Emmen, Nieuwbuin en Hogeveen zijn wonnen vanmiddag hun wedstrijden. VKW staat 7e, Erica geklommen naar plek 10.
En SVBO verloor vanmiddag met maar liefst 4-1 van Lac Frisia.